Nog even een stukje uitloop, want ik haalde het niet in vijf minuten. Dus nog één minuutje over de Twee Fronten Oorlog. Een nou, fronte is een front, een lijn, waar gevochten wordt. Eén dus front, één lijn, waar gevochten wordt. Een ja. Twee Fronten Oorlog was er tijdens de Promeguera Mondiale. Want er werd gevochten aan twee zijden, two sides. Eén front... Was er in België. Het tweede front had Duitsland ja, richting Rusland. Dus één front waar gevochten werd in België. En het tweede front waar Duitsland moest vechten aan de Russische kant. Maar je snapt wel, op twee kanten tegelijk vechten is heel erg moeilijk. Guerra dos Frente. Dus dat is ontzettend. Je moet soldaten verdelen. Je moet je aandacht verdelen. Je kunt aan beide kanten binnengevallen worden. Zullen we dat later ook weer zien bij de Segunda Guerra Mondiaal, ja, Dat dat ook eenzelfde rol speelt. Kortom, een twee-fronten-oorlog is een oorlog waarbij een land op twee plekken tegelijk, simultaneamente, moet vechten en het leger moet splissen. Ten dos, heb ik maar even gezegd. Ja? Belangrijk begrip. Conceptu mas importante. Onthoud het, want we komen het later weer tegen bij de Seconde uh, Second Guerra Mondiale. Bij de Second World War komen we het weer tegen. Ja? Even een stukje uitloop. Um, succes met het voorbereiden van de OH, van de overhoring. En ik zie jullie nog bij een deel 3 van de begrippen. Adjö!